Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze goed nieuwe video van de KV Mechelen. Carrière-mode. Ik ga even kijken naar mijn transfers en ik had hier twee spelers al gevonden die heel goed zijn. Ik ga beginnen met deze speler te halen. Van Oost, nu zijn afkoopclausule is al nu al bijna 100 miljoen, maar we gaan dit afwijzen. Hij is nu al 80 rated. Nu die andere speler nog contacteren. Ik mag over 5 jaar in ons team accepteren en dan hebben we nog een speler opeens nu. Hij is 79 gereden, dus we hebben al twee goede aanwinsten. Ik had offscreen ook nog even een gratis keeper gehaald. Dat was deze keeper, deze was gratis te halen, dus ik dacht waarom niet als reserve doelman. Goed, we moeten ook binnenkort ook ringen spelen Champions League voor rondes. Dus dat was wel leuk. Transferpot op de klas storen. Oké, dit is al een mooi bot. Ik kan misschien vragen voor 13 miljoen. En dan mag hij naar Porto vertrekken. En daar gaan ze akkoord mee. Koeken kan naar LA gaan. Naar de MLS. En voor hij vertrekt, wil ik misschien 3,5 vragen. En daar gaan ze ook akkoord mee. Apart nieuwe koop kan ook weg. Even onderhandelen. 6 miljoen proberen. Oké, daar gaan ze niet akkoord mee. Gewoon 5 miljoen proberen. En daar gaan ze akkoord mee. Ik wil ook even wat extra verdedigers halen. Deze Braziliaan ziet er wel goed uit. Dus die wil ik even kopen. Ga ik voor 4,5 proberen. En daar gaan ze akkoord mee. Oké, tijd voor de eerste wedstrijd tegen Union. Ah, eerste wedstrijd winnen we al meteen. Nog een tijd, transferbots. Ja, dit accepteer ik. Oké, Koek is verkocht. Nieuwkoop is verkocht. Niklas Storm is ook verkocht. Dus hebben we nu nog wat centjes binnengekregen. Eerst simuleren tegen Kortrijk. 3-1 overwinning, mooi zo. Nu is het tijd voor Champions League. Ik ga kijken of ik nu wat fast kan halen. Misschien kan ik nu ook wel Arthur halen. We beginnen met gewoon zijn waarde. Misschien 29 miljoen. We hebben nu een nieuwe verdediger binnen, maar dan is ons budget weer heel erg laag. Oké, het is tijd voor die Champions League voor de wedstrijd. Ik wil dit jaar wel de Champions League halen. Oh jee. Oude paal. Wow, nee, we staan achter. We staan achter, dat is niet goed. Oké, misschien nu een kans creëren. Nee. Nu de kans om te scoren. Nee, helaas. Oh, goed gedaan. Afwerken. Nee, helaas wordt er niet afgewerkt. Pasen. Schiet. Yes, de goal. 1-1. Duran Veel weer. Hij is erdoor. Oh, goed gedaan, Duran Veel. Pasen. Afmaken. We staan voor. Duran Veel ook twee keer met de assist. Ai ai. Keeper red. En dan zijn gele kaart nog. Voor Sturmgras. Oké, hier misschien kan hij een hat-trick maken. Yes, de hat-trick. En dan doen we 3-1, dat is een mooi resultaat. Oké, dit is wel interessant. Hier kunnen we voor onderhandelen. Ik wil hem wel laten gaan voor 13 miljoen. En daar gaan ze akkoord mee. Simuleren tegen Genk. Ah, we verliezen met 3-0. Dat is niet goed. Nog een speler die nu vertrekt. Karelsen gaat nu officieel naar AZ. Deze uitwedstrijd in de Champions League simuleren we. Ja, we gaan toch sowieso door naar de volgende ronde. Voor transferbod op Fred. Ja, ik denk dat ik hier toch 20 miljoen kan vragen en dan mag Fred weg. Hij is toch begint toch al een beetje een oude speler te worden, dus die gaat toch niet meer zo groeien. Dus ik ga 20 miljoen vragen. En daar gaan ze akkoord mee. Tegen Zotte simuleren we. En we winnen met 1-0. Dan zijn een goal van Mendoza. Transferbod van Feyenoord ga ik even afweigeren. Oké, Sporting Lissabon komt er nu aan. Dus dit gaat nog een heel erg leuke wedstrijd worden. Duran Veel.
Hij is een snelle speler. Kan hij dit afmaken? Durangville. Yes, de goal. Heel vroeg in de wedstrijd. Komen voor. Scoren. 2-0. Het gaat wel goed, deze wedstrijd. Ja, dat was een slechte tackle van mij. Dat was terecht geel. Hier is Durangville weer. Met zijn snelheid. Pasen. Nee, dat kon hij helaas niet meer. Oh, kans misschien nu. Voor het helemaal af te maken. 3-0. Ik denk dat de groepfase van de Champions League nu al bijna zeker is. No. Ah, scoren nog bijna scoren. Ja, wedstrijd zit erop. 3-0 gewonnen tegen Sporting. Ik ga uit tegen Cercle simuleren met mijn B-elftal. Ah, we verliezen ook tegen Cercle, dat is niet goed. Ik heb nog een middenvelder nodig, dus even Mangala halen. We hebben geen 28 miljoen te bieden. Daar gaan ze akkoord mee. Ik heb nu weer een nieuwe speler gehaald. Het budget is weer op. Maar dan ons middenveld is nu ook versterkt. Oké, laatste wedstrijd voor de groepfases. Normaal zou de groepfases wel binnen zijn. En we verliezen hier met 2-1. Maar we gaan toch gewoon door. Naar de volgende ronde. Deze verdediger. Ik kan misschien wel onderhandelen. En dan ga ik wat Vaas nog halen als extra verdediger. Ik ga 44 miljoen proberen te vragen. En dan gaan ze akkoord mee. Dus als die verdediger vertrekt, haal ik ook nog eens wat Vaas binnen. Simuleren terwijl ze tegenstond daar. En we halen nog eens. Oh nee, keeper is geblesseerd. Hopelijk valt die blessure mee. Oh, 6 dagen valt nog mee. Oké, we hebben nu die verdediger verkocht, zie ik. Naar Benfica voor 44 miljoen. Dan kan ik nu even wat Vaas halen, die wil ik ook nog bij. Wat Vaas voor 28 miljoen. Oh, wat zo'n hoog bedrag. Doen dan misschien 35 miljoen. 36 miljoen dan. Hopelijk gaan ze akkoord. Ah. 37. En dan gaan ze akkoord mee, oké. Ah, we kunnen niet onderhandelen omdat zijn salaris. Oh, is jammer, jammer. Wat Vaas lukt dan toch niet. Dan had ik gedacht aan Zeno de Bast. Zal hier ook ergens tussen staan. Ja, Zeno de Bast is wel een goede. Die kan ik zeker halen. 17 miljoen misschien. En dan gaan ze akkoord mee. Oké, dan wordt ze niet Wout Vaas, maar Zeno de Bast. Onze nieuwe verdediger. Welkom in ons team, Zeno. Oké, dit waren even alle transfers. En ik wil ook even kijken met wie we in de groep zitten. In de Champions League, dat is voor volgende video. Oké, Arsenal wint hier de cup, maar wij zitten in de groep met Manchester City, Porto en Dynamo Kiev. Oké, dat is een leuke groep. Ik wil je hier bedanken voor het kijken naar deze video. En de volgende video spelen we dan Champions League.